De Bastij gaat voorlopig nog niet open. Pas in het weekend van Pinksteren, halverwege mei, zal het Centrum voor Natuur- en Cultuurhistorie zijn deuren openen. Oorspronkelijk zou de Bastij vanaf begin januari stap voor stap steeds verder opengaan, maar door verschillende archeologische vondsten liep het werk vertraging op. Die vondsten hebben wel allemaal een speciaal plekje gekregen in de herinrichting. Door de invoering van het leenstelsel gaan steeds minder studenten het huis uit. Het aantal studenten dat landelijk op kamers woont nam sinds 2015 af van 61% tot 45%. Ook in Nijmegen gaan steeds minder studenten op kamers. Veel studenten geven aan dat zij nog even willen wachten voordat ze op kamers gaan. Volgens de inschrijvingscijfers bij de gemeente Nijmegen blijkt dat sinds 2015 jaarlijks een kwart minder 17 tot 21-jarigen zich inschrijven bij de gemeente. Toch maken ze bij studentenverenigingen zich daarentegen minder zorgen over de thuiswoners. Ze geven zelfs aan dat de inschrijvingen hoger zijn dan die van 5 jaar geleden. Een fietser is donderdagmorgen gewond geraakt op de rotonde bij het station in Wijchen. Volgens omstanders is het de afgelopen tijd al vaker raak en zouden er al meer ongevallen zijn gebeurd. De gemeente bevestigt dit en vindt het allemaal veel te veel. Daarom worden per direct een aantal maatregelen genomen. Zo komt er een tijdelijk oranje knipperlicht bij de oversteek plaats. Verder wordt de rotonde bij de oversteek met een camera in de gaten gehouden om zo te bekijken of een structurele aanpassing nodig is.